En er wil er ook eentje in. Rijka, ga eens eventjes weg, dametje. Nee. Kijk, en daar legt hij in het hoekje. Ja. Want deze was ik bijna kwijt geweest. Mijn, ja, ik zeg een haarband, maar het is eigenlijk om je oren warm te houden. Maar die greep de wind, hè. Hij was bijna af, kon nog net pakken, ja. Zo, lieve vrienden, een hele, hele fijne ja, namiddag, want het is al laat dat ik jullie erbij haal, ja. Maar in ieder geval een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag de 24e van de 11e 2023 en we leven om 16:45, dus zeg maar 16:45. Ik moet naar buiten toe. Maar ik doe wel mijn jas aan, want er ligt een plant ondersteboven. Zo'n zijde plant, die is gebroken, die steel. Die is in de pond, er zit cement of zoiets in met die bruine korreltjes erop. En daar is die van binnen gebroken, dus ja, die ga ik eventjes wel naar binnen halen. En er wil er ook eentje in, Rijka. Ga eens eventjes weg, dametje. Erbij. Kijk, en daar legt hij. In het hoekje. Ja. Het gaat hier tekeer. Jullie willen het niet weten. Het gaat zo tekeer. Die plant die hangt al een tijdje scheef. Nou, die hing ook helemaal scheef. Die daar nou ligt. Meer die is nou ongebroken. Kan er niks aan doen. Hey. Hi. Nee, je hebt natte vieze pootjes en ik heb schone kleertjes aan. Ja. Daar hebben we Gandalf. Nou, daar hebben we dan madame Elwing. Hé? Elwing. Elwing. Hé. Elwing. Niet zo slubber. Ja, moet je niet doen. Moet je niet doen. Nee. Hi. Hoi. Kom op de bank. Zo. Klaar. Ja, dat ja, het is hier niks aan. Het is koud, het is vies, het is nat. Iedere keer regen, regen, regen. Maar ja, ik heb ook al gehoord van een maatje dat het op Urk ook zo is, want die woont op Urk. Dus ja, ik denk door het hele land heen, hè, zo'n beetje. Ja, ik weet niet. En ja, ondanks alles is toch Karin deze kant weer opgekomen. Dus ja, ik weet niet. Die wou weer werken. Nou ja, oké. Ze moet ze zelf weten. Ja, moet zij. Tenminste, werken, werken, werken. Even eruit eigenlijk. Het is, ze is nog bij een vriendin. Nou ja, moet kunnen. En dan zie ik haar denk ik morgen ook wel. Ja. Dus, maar in ieder geval, er is helemaal niks aan. En ik ga zo meteen weer een vlog in elkaar zien te flansen. Misschien dat ik er vanavond later dan ook nog weer eentje kan doen. Ik weet alleen nog maar dat het roodje koud is. En dat ik het niet warm kan krijgen. Maar oké, ik heb mijn hoofd vandaag gestoten. En ik heb daardoor ook moeten braken. Dus ik zat te denken van, nou ja, hersenschudding, maar als jij hersenschudding hebt, dan zakt het, die hoofdpijn niet. En die is wel gezakt, het is nou een vervelende hoofdpijn, net zoals wat ik wel vaker heb, bijna iedere dag.
Maar ja, prettig voelde het ook niet aan. En omdat ik, ook was ik draaierig en alles. En ik denk nou, ik dacht mijn bed weer in, weet je. En vandaar dat ik nou voor de zoveelste keer weer beneden ben. En nog ook niet steeds gefilmd had of wat dan ook. Om jullie erbij te pakken. Maar ik ben regelmatig beneden geweest. De meisjes in de tuin gedaan, et cetera. Dus ja. Vergeten doe ik ze niet. En hun, die vergeten mij ook niet. Hè? Want het is bagger weer. Rijka en Elwing, die waren net beneden, niet naar beneden toe te slaan. Want Rijka lag gewoon onder het dekbed aan het voeten. Ik zei, kom nou. Nee, kijk maar, kijk het even. Ik leg geen goed hoor. Ja, maar we gaan wel naar beneden, weet je. Hé, hé, wijfie, kom eens. Kom eens, kom maar. Kom maar, kom dan. Je hebt nou alweer droge pootjes. Kom eens hier. 1, 2, hoppatee. Zeg maar dag allemaal, hé? Ja. Snuffelaartje, hé? Gisteravond ook. Godje dik, ze wou en ze moest naar buiten. Dus ik laat haar de tuin in. En ze is een heel tijdje buiten en op een gegeven moment, hup, springt ze tegen die deur op en dan komt een kleine kopje boven, net voor het raam. Dus ik laat haar naar binnen. En gelukkig ga ik een handdoek op mijn schouder, ze springt gelijk op me en helemaal trillen. Ja, wie blijft er dan ook zo lang buiten? Hè? Dus ik heb even een warme handdoek om erheen gedaan. En die zal ik straks weer lekker op de kachel leggen, dan wordt hij weer warm. Hé? Ja. Nou. Maar ja, we houden nou dit weer een paar dagen aan, wat ik gehoord heb. Weet niet, laten we het maar hopen van niet. Want ik wil er ook weer door, weet je. Ik wil naar de Action en ik wil met jullie even dan weer lekker op pad. Ja, sowieso naar de Action en wie weet even door het park heen. Nou ja, daar is natuurlijk ook allemaal heel anders van kleur nou. Want alle ja, bladeren zijn er eraf, ja, de winterkleuren, weet ik veel. Ja, dat zien we dan wel, hè wijfie. En ik ga kaarten schrijven, daar ga ik straks eerst mee beginnen. Laat ik dat maar doen, want ik moet kaarten schrijven voor de kerst, ja. En ik heb heel wat te schrijven, ja, ook dat nog. Ik heb in ieder geval 30 kaarten, ja, dus ja. Wie er eentje krijgt, ik weet het niet, maar dat komt allemaal wel goed. Ja! Hé? Ja, zo gaat het leven nou eenmaal, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Ik ga maar koffie doen. En ja, hou gewoon vol goede moed. Probeer ik ook te doen. Doet me hier ook zeer. Boven mijn oog, ja. En ik probeer te knakken, maar dat wil ook niet, want dan gaat het ook meestal wel over. Wat dat er gaat, ik wou dat ik die masseur nog had, die ik ooit heb gehad. En die rekte mij wel eens op. En dan kreeg hij toch een hoop lucht er weer tussen. Tenminste, ja, zo noem ik dat. Maar ruimte en je voelde het gewoon helemaal gelijk wegzakken, die hoofdpijn. Heerlijk was dat. Ja, die lag zijn vingertoppen dan hier tegen je schedel aan, in die kuiltjes daar bovenin. En dan zegt ze, komt hij hoor, dan was het 1, 2, up. Nou, bij 3 voelde je het dan knakken. Heerlijk was dat. Maar ja, dat schijnt niet meer te mogen, wat mij is verteld, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Maar oké, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Nou lieve vrienden, ik ben net weer binnen, maar ik heb niet een heel blokje omgelopen wat ik normaal doe. Nee, want deze was ik bijna kwijt geweest. Ik zeg een haarband, maar het is eigenlijk om je oren warm te houden. Die greep de wind, hè? Hij was bijna af, kon nog met pakken, ja. Dus het is niet te doen wat ik normaal loop. Dus ik ben tot zover geweest en toen maar weer terug. Maar ze zijn even eruit geweest. Ja, echt waar. Ja, ook Elwing. Ja, allebei. Dus ja, dan gaan we weer verder met hetgeen waar ik mee bezig was.
En ik wens ook niet grote monden te krijgen van personen uit het buitenland waar ik toevallig een beetje mee bevriend ben, die ik niet eens niet ken. En die gaat zo wat een keer op TikTok, zo wat een keer op Telegram. Hallo? Dan ben je verkeerd bij mij, hè? Kan je misschien ouder wezen of iets jonger wezen en in de muziek zitten en een band hebben, weet ik veel. Doe je maar bij je vrienden die over de vloer komen bij jou. Ja. En het is een Duitser. Duits komt me af. Dus ja. Als je me niet verstaat, dan doe je het maar op ondertiteling of weet ik veel wat. Maar je bent gewaarschuwd. Ja. En ik heb jou gewaarschuwd trouwens. Ook met typen. En je vertaalde het toch om. Ik ga daar geen moeite voor doen. Nee. Niet voor een zulke soort lui. Maar oké. Okay. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet zo en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden. En alweer is het reeds hartstikke laat geworden. Ja, 3:32. Maar ik ben wel weer met de meisjes uit geweest. Tussen de buien door. Het heeft nou die tijd alweer geregend, maar het is nou alweer droog. Maar we hebben nou al een hele ronde gedaan en niet tot vanmiddag. Ja, we konden de hele ronde doen, want de wind die kwam uit een andere hoek vandaan. Maar, net wat ik zeg, het is 3:32. Het is 3:30 en ik ben nog niet eens niet klaar. Kun je nagaan. Ja. Dus ik maak het nog snel af en dan ga ik mijn bedje opzoeken. Ja, dus ik wens jullie allemaal wel terug te slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En heb een hele mooie, liefdevolle zaterdag. Geniet ervan. En ja, jullie weten het allemaal. God houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg... graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!